Het is complimentendag, dat had ik al gezegd vandaag. Maar het is nog een andere bijzondere dag. Dinsdag en niet zomaar een dinsdag. Het is vandaag Super Tuesday. Iets wat je ja, op dit moment eigenlijk overal ook online op Facebook, op Twitter. Heel veel mensen hoor je erover bezig. Het is een enorm belangrijke dag voor Amerikanen, ook voor lovers van Amerika, voor mensen die geïnteresseerd zijn in buitenlandse politiek en zeker en vast voor Team USA van VTM. Ik heb Elke Patin hier bij ons. Elke, een heel erg goede namiddag. Hi, het is hallo. Een belangrijke dag, die Super Tuesday. Hè? De belangrijkste eigenlijk. De belangrijkste van de Amerikaanse verkiezingen of de voorverkiezingen eigenlijk. Dat mogen we wel zeggen. Kan je eens even uitleggen wat dat precies betekent of inhoudt, die Super Tuesday? Waarom is dat nu zo'n belangrijke dag? Het is eigenlijk de moeder van alle voorverkiezingen. Omdat vandaag 12 staten tegelijk gaan stemmen. Waaronder ook een paar hele grote staten. Ja. En het Amerikaans kiessysteem werkt een beetje anders dan dat van ons. Daar verzamel je niet alleen stemmen, maar vooral afgevaardigden. Ja. En in die grote staten waar ze vandaag stemmen, zijn veel afgevaardigden. Dus als je die kan binnenhalen als kandidaat, dan ziet het er goed uit voor jou. Ja, absoluut. Dan ben je goed op weg om de nominee te worden. Eigenlijk de kandidaat voor jouw partij. Wij volgen dat natuurlijk ook op de voet. Heeft natuurlijk ook te maken met bijvoorbeeld een figuur als Donald Trump. Wat verwacht je daarvan? Of wat zijn de peilingen daarvoor, voor die Super Tuesday, hoe die het gaat doen? Ja, Donald Trump ligt echt ver voor op de andere twee. Die zijn eigenlijk een beetje aan het aanklampen, hè? Cruz en Rubio. Ik denk dat Trump nu op 36% ligt. Dus dat is echt ver voor alle anderen. Maar voor de staten echt wel winnen. Dat zijn peilingen dan? Ja, dat zijn peilingen. Dus dat wil nog niet zeggen dat de race voor hem al, dat gebakken is en de chacos is in orde. Nee, maar gelijk wat de uitkomst is, niemand gaat winnen van. Nee. Niemand gaat nu echt al de presidentskandidaat worden, want daarvoor zijn er te weinig afgevaardigden die nu uitgedeeld worden. Ja. Maar wat er wel kan gebeuren natuurlijk, is dat Donald Trump zo blijft winnen, dat hij zoveel momentum krijgt, dat hij zo'n winnaar wordt, ook in de mensen hun geesten. Dat hij in de mentaliteit, dat hij eigenlijk niet meer te stoppen is. Het is ongelooflijk, kind of freaky. Ongelooflijk spannend. Het is, we zijn er hier in België, maar ook in de rest van Europa, behoorlijk wat over bezig, over die Amerikaanse verkiezingen. Dat is op zich redelijk gek dat we over een andere grote natie zijn verkiezingen bezig zijn. Hoe komt dat we daar zoveel aandacht voor hebben? Ja, de president van Amerika is nog altijd een van de, zo niet de machtigste persoon ter wereld natuurlijk. Dus wie dat wordt, dat is voor iedereen belangrijk. Het is ook zo natuurlijk dat Amerikaanse presidentsverkiezingen draaien echt rond personen. Mm-hmm. Bij ons ook natuurlijk. Maar daar is het ietsje simpeler, omdat er maar twee partijen zijn. Ja. Dus Clinton, Trump en zo, iedereen kent die. Ja, en tegelijk is natuurlijk ook zeer belangrijk voor ons, hè, voor ons land. Want wij doen bijvoorbeeld mee met die coalitie onder leiding van de VS in Syrië tegen IS. Wat gaat de volgende president daarmee doen? Wordt die voortgezet? Wat gebeurt daarmee? En dan is er ook nog het handelsverdrag natuurlijk met Europa. Dat is nog altijd niet rond. Wat denkt die nieuwe president daarover? Ja, dus allemaal belangrijk. Zo mensen die denken van, maar mij interesseert dat niet zo. Het zou wel eens directe gevolgen kunnen hebben voor dingen hier in België, voor de politiek in België ook. Wie is daar precies? Ja, absoluut. Ja. Ja, en we zitten natuurlijk met een uurverschil naar Amerika toe. Dat wil zeggen, elke keer dat jij morgenochtend heel vroeg iets gaat doen. Heel vroeg, hè? Ja. Om 6 uur morgen vroeg beginnen we eraan met een extra nieuws op VTM. En we komen elk uur terug, dus om 7 uur, 8 uur en 9 uur, met telkens een update. En met een paar gasten ook. Dus die hun commentaar gaan geven. Zeker kijken. Heel eerlijk, hoe spannend vinden jullie dit? Team USA van de VTM. Te spannend. Nee, we vinden het gigantisch spannend. Hè. Ja, Greet zit in de States natuurlijk. Ja. Wouter de Boer zit daar nu ook. Je hebt waarschijnlijk ook stukjes van hem gezien. Ja. Ja, en ik zit hier en ik ga mijn best doen ook om ook van hieruit het allemaal heel goed te verslaan. Absoluut. Maar we zullen dus alles morgenochtend te weten komen. Om 6 uur, om 7 uur, om 8 uur en om 9 uur extra uitzendingen dus van VTM Nieuws rond Super Tuesday. Heel veel succes en heel veel plezier ermee, Elke. En dankjewel. Laten we zien wat het allemaal geeft.